We zijn in Amsterdam bij AI Filmmuseum. En binnen staan Ronald en Elie op ons te wachten. Want zij gaan iets vertellen waardoor we ons niet meer hoeven te vervelen in deze tijd. Dag Ronald, veel mensen kennen deze plek als een bioscoop. Maar het is ook een museum. Wat voor museum is het? Het is eigenlijk een museum voor bewegend beeld. Het is bewegend beeld als cinema. Alles wat ermee te maken heeft. Dus we verzamelen ook de apparaten waar film op vertoond wordt. We hebben een echt museumgedeelte. Waar we dus tentoonstellingen maken op basis van cinema, bewegend beeld en beeldende kunst. We hebben een winkel, we hebben 4 zalen. Het is echt heel veel. Er is eigenlijk heel erg veel te zien. En recentelijk is er vanwege het 75-jarige jubileum van AI, is er de AI Filmplayer gelanceerd. Wat is dat eigenlijk voor iets? We willen eigenlijk de collectie, je kunt zeggen dat de collectie van AI vormt het hart van het bedrijf. En we willen die ook beschikbaar maken voor mensen thuis. Dus het is een platform om thuis te genieten van de collectie van AI. Dus een gedeelte van de films die we hebben en die we hier vertonen, die kun je ook thuis kijken. Dus een soort van Netflix, maar dan museaal. Zeker, dat is precies wat het is. Kijk, en heb jij is er een favoriet van jou uit die collectie? Oh my god, ik heb één enorme favoriet. Spoorloos uit 1988 van George Sluiser. Dat vind ik echt een van de beste films aller tijd. Het gaat over een vrouw die verdwijnt in Frankrijk. En de hele film is een zoektocht naar wat er met haar is gebeurd. Super spannend, super goed geacteerd. Muziek van Henny Vrienden, alles. Kijk, het enthousiasme is alvast aangewakkerd. Ik zou zeggen, laten we nog meer Netflix en chill doen. We duiken het archief in. Dag Elief, jij bent curator bij AI en weet alles van de collectie van AI Filmplayer. Wat is er zo bijzonder aan de collectie? Ja, onze collectie in het AI Filmmuseum is verrassend breed eigenlijk. Wij hebben van alle tijden en van de hele wereld films. En op AI Filmplayer willen we dat ook laten zien. En als we dan een beetje er concreet inzoomen, kan je één parel voor ons uitlichten uit de collectie? Oh ja, er zijn zoveel leuke, interessante dingen om te ontdekken. Bijvoorbeeld hebben wij de eerste films van Walt Disney eigenlijk, de eerste tekenfilms. Uit 1924, 1925 komt die serie, dus nog voordat Mickey Mouse bestond. Kijk, ja. En daar zien we ook een stuk van. Wat is daar zo, dat is heel lang geleden, wat is daar zo bijzonder aan die film? Nou, wat heel bijzonder is dat een echte meisje, dus een actrice, eigenlijk in een soort getekende wereld terechtkomt. Die serie heet ook Alice in Cartoonland. En als we dan nog een parel eruit pakken, wat is nog iets waarvan jij zegt, nou dit maakt de collectie uniek? Ja, een heel bijzondere film uit onze collectie is Shoes uit 1916. En dat is een unieke kopie in de wereld, gemaakt door een vrouw, Lois Weber, een van de bekendste vrouwen van Hollywood toen. En de film is ook heel interessant, is een heel trieste film, maar heel relevante film nog steeds. Het is bijna een soort van MeToo-inhoud heeft de film. En het is op iFilmplayer ook heel mooi te zien met de laatste digitale restauratie, met speciaal gemaakte muziek. En het is helemaal gratis, dus iedereen zou moeten kijken. Er is dus genoeg te ontdekken. En het voordeel is, je kan zelf dus thuis ook alles ontdekken. Ga naar museum.nl en geniet van iFilmplayer. Ook op de laatste dag van de Museumweek geef ik je tips uit enorme aanbod aan Museumweekactiviteiten. Zoals een topstukken lezing over het zwaard van Ommerschans, één van de iconen van de Nederlandse archeologie. Conservator Luc van het Rijksmuseum voor Oudheden vertelt je hier vanaf 2 uur meer over. Of ga deze laatste dag van de Museumweek virtueel naar het Textielmuseum voor een interactieve rondleiding met Dutch designer Kiki van Eyck. Zij neemt je mee door de zintuigprikkelende tentoonstelling Gedachtenspinsels. Ben je meer van het zelf aan de slag gaan? Meld je dan aan voor een speciale workshop poëzie schrijven van het Joods Historisch Museum. Onder leiding van de Amsterdamse stadsdichter Gerswin Bonavacha leer je dan de fijne kneepjes van de dichtkunst. Tot slot een feestelijke tip voor deze laatste dag. Het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen organiseert een online pubquiz. Dus denk jij veel te weten over Nederlandse iconen als tulpen, molens en kaas? Meld je aan en quiz mee op zondag 25 april om 16:30. Op het Museumplein, het kloppend hart van Museaal Nederland, staat het gouden pronkstuk van de Digitale Museumweek 2021. Hier komen alle pronkstukken van meer dan 400 musea samen om jou te inspireren en ontdek je, ondanks de gesloten musea, ons echte goud. Maar dit gouden pronkstuk is niet compleet zonder jou. Want stel je voor, jij bent museumdirecteur. Wat mag er dan volgens jou niet ontbreken in het museum?
Laat ons weten en vertel iedereen waarom we dit pronkstuk niet mogen missen. Zo maken we samen een nieuwe nationale tentoonstelling en maak jij ook nog eens kans op mooie prijzen. Deze inzendingen gingen je voor. Doe jij ook mee? Kijk op museum.nl en ontdek ons echte goud.